Jij mag Enzo mee naar huis. Oh, spannend. Welkom bij deze video, ik ben Jana. Ik ben SuperOpa. En achter de camera staat Romy. Maar we zijn niet alleen, we hebben Misha en Jendor bij ons. Yeah! Wij zijn vandaag bij de top1toys in Emiclaer. Omdat wij weten dat in deze coronatijd mensen veel thuis shoppen. Maar bij deze willen we graag een oproep doen om ook een keer bij de winkel zelf langs te gaan. Want dan kom je deze leuke eigenaar tegen. Hi! Dit is Melvin. En vandaag zijn we hier op bezoek en we gaan hele leuke dingen doen. De eerste opdracht die we gaan doen gaat als volgt. We gaan zo meteen allemaal door de winkel heen en we kiezen een artikel naar keuze. En dan gaan we raden wat de prijs van dat artikel is. Degene die het dichtstbij zit mag dat artikel ook daadwerkelijk hebben. Heb je binnen de minuut niet het artikel hier op de groene toonbank staan? Ja, helaas doe je niet meer mee. 3, 2, 1, go! Ik wil... Oh. 10 seconden! Ik wil deze knolstuk. 5! Nou, vooruit. Net op tijd. Nog 30 seconden. Oké. Die is van mij. Nee, Romy mag niet meedoen. Ik weet niet wie die gozer is, maar... Oké, Jendor. Oh. Ja, hoe dik dit is? Wat is het? Dat is een gun. Het is een Nerf gun. Nerf gun. €35. Prijs onthouden. Rond 35,00? Nee, 34,99. 29,99. 32,90. 24,99. Ik kan het vertellen. Het is oprecht 29,99. Ja! Gelijk! Knopper! Nou, hey, jij bent blij. Jij mag Enzo mee naar huis. Yes! Playmobil. Ja, die is voor mij. Ja. Die is voor mij. Dus jij weet de prijs. Ja. Rom, jij mag eerst. 26,50. 24,99. €32. €32. Ja. 19,99 €. 22,99. Ik had 24,99. Dan had hij het dichtstbij. Oh, hey. Lekker Jendor. De doktercase. 9,99. €7,50. Zeg ik €8. Dan zeg ik €8,99. Oh. €6,99. Lekker, lekker. Romy, je mag hem hebben. Het grote reptielenboek. Ik denk €16,75. 15,25. 14,99. En de echte prijs is... 19,99. Oeh, wie zat het hoogst? Romy alweer. Yeah! Een heuse scheidsrechtersfluit. Die heb jij uitgekozen? Die heb ik uitgekozen, uiteraard. €2,99. €3,05. €1,95. €2,25. Op 4 cent na. Dit is volgens mij haar derde prijsje, hè? Ja! Maar ik had heel graag die Enzo Knol schietding willen. Ja, die is voor mij! Helaas. Oké, zometeen gaan wij allemaal proberen het duurste object te pakken. Leggen we zometeen binnen 1 minuut op de groene toonbank. Degene die het duurste product erop heeft gelegd, die heeft gewonnen. Ik weet wel wat het goedkoopste product is. En wat ik op de toonbank leg. Nee joh! Kost niks. Oké, Melvin, jij bent jury? Ik ga zeggen start. Kut! Die wou ik al. Ik heb deze. Iets groots. Hoe lang hebben we nog? 30 seconden. Roos, schiet op! 5, 4, 3. Nee! Ja, te laat. Doe het niet meer mee. Zet maar neer. Helaas, jij doet niet meer mee. Je was te laat. Goed. En we gaan allemaal langs de scanner. Oké, wie gaat er als eerst? Ik. Dun. Oeh. 75. Die is niet duur. €75. Jij mag. Als jullie dat niet duur vinden, dan... Oh, ruim! Ruim! Dan ga ik wel om het spannend te houden, want ik gok dat die van jou het duurst is. 109! 109! Nou, tromgeroffel! Deze is een verschil. Nee. 149! Yes! Volgende challenge is precies hetzelfde, maar het goedkoopste artikel. Dus je moet allemaal het goedkoopste artikel proberen uit te zoeken. En start! 40 seconden. Dus hoe duur is die dan? 1,50 euro. 3, 2, 1, klaar. Ja, weer te laat. Nee, nee, jammer, je doet weer niet mee. We hebben hier drie prijsjes. Eén van Jendor, een uitdrukhoofd. Dit is zijn hoofd. Dat zijn hersenen. Ballen oppomp onderdeel. Monsterstickers. Maar deze drie prijsjes zijn alle drie 99 cent. Dus alle drie gewoon. Wij gaan niks doen. Jij gaat wat doen. Jij gaat de handstand die trap oplopen. Dat kan niet. Dat kun jij niet. Maar dat kan wel. En jij gaat het nu proberen. Wil je me dan helpen? Go! Vanuit mijn handen. Nou, kom maar. Stapje. Ja, stapje. Hop. En duw maar uit. Juist. Oké. En nog een stapje. Sick, Jana. Hop, hop, hop. Buiten. Juist. Wacht, wacht, wacht. 3, 2. Ja. En je hoeft er nog maar 2. Oh, nog maar 2? Ja. En dan wil ik dat je andere hand eerst gaat. Nee, dat kan ik niet. Jawel. Helpen jullie me? Nee. Ja. Ja! Kijk! Nou, doe nog maar 20 seconden. Ik vind dit een beetje eng. En nog eentje. En nu weer terug. Hey, hoe zwaar is dat? Nou, die trap houdt het wel. Ik stond uiteindelijk zo, dus toen was het bij jou minder zwaar. Nee, weet je wat moeilijk is? Dat je met één hand zo je hele gewicht omhoog moet krijgen. We hebben hier de bal. Die gaan we gebruiken om zo meteen van boven naar beneden alle pionnen om te gooien. En we gebruiken de reling, gebruiken het dak, gebruiken het hoofd van Jendor. Alles om die pionnen om te krijgen. Jeet! Misha! Misha! Nou, dat is duidelijk. Jij kan het niet, je moet het. Nou, ik heb een goed voorbeeld gehad van Misha. Te fanatiek, te fanatiek. Oh! Oh! Jammer! Ja, ja, ja. Oh! Nee, hij stuitte er overheen. Kom maar, Romy. Ja. Oh! Oh! Ja, ik ga gewoon random gooien. Ik hoop op goed geluk. Oké, nou. Oh, Jendor! Zijn ze nog levend? Jongen, we kunnen jou ook nergens mee naartoe nemen. Nee. Smurfen. Jendor. Weet je, als je het heel graag wil hebben, hè? Dan kan ik wel mama vragen of je het mag, hoor. Beter wel. Gaan we dit bellen? Kijken wat ze zegt. Hoi mam. Hoi, we nemen je even mee. Maar... Je neemt me mee? Ik ben heel lief geweest. En ik wil heel graag deze Spiderman paraplu. Wil jij een donatie doen? Je Spiderman paraplu? Ja. Oh my goodness. Ik stuur je een tikkie. Dat is een deal hier, een combi deal. Alles erop en eraan. Hoppa. Jana en ik gaan een stepwedstrijd tegen elkaar doen. Zij had gewonnen met steenpapierschaar, dus zij mag de knolpower step. Wie het eerste hier weer terug is, wint. Go! I got it! Oeh, spannend. Om de kast! Aan de kast! Aan de kast! Wie gaat er winnen? Wat is de score? Nee! We hebben fotofinish! inderdaad. Het was een close call. Maar... Knopbouw heeft gewonnen! We spelen dit spelletje, deze wedstrijd doen wij op het mini pennyboard. Dat is nog kleiner dan een mini pennyboard. Dus jullie voeten passen er amper op. Zijn jullie klaar voor? Let's go! En dan? Ja, Misha, dit ga je niet meer winnen. Wat een sikke race. Nou, ik vind sowieso... Hij heeft een extra rondje gedaan op die tafel, Misha. Wat heb je daarop te zeggen, jongen? Ja, ik ben er niet zo goed in. Jendor, gefeliciteerd. Jendor en Jana hebben de race gewonnen. Nu is de bedoeling dat de verliezers, en dat zijn Romy en Misha, die gaan een prijs uitzoeken voor de winnaars. Maar die mogen ze alleen meenemen als ze de prijs raden op €1 maximaal verschil. Ik ga denk ik sowieso iets kiezen wat met turnen te maken heeft. Want het moet er wel ook iets zijn wat Jana leuk vindt. Ja. Kijk, deze... Dit is echt heel leuk. Dit gaat over een turnster. 29,99. Ik denk dat ze het wel goed gaat raden, maar misschien. Moet ik wat voor Jendor nu pakken? En wat gaan we pakken? Nou, ik ga een zo duur mogelijk cadeautje uitzoeken. Dan kan hij er misschien nog wat op cash. €250. Jana. Ik vind het heel leuk. Dit wil ik wel hebben. Hoe duur denk je dat het is? €30,50. Oké. Waarom 50? Ja, dat voelt goed. Dat voelt goed. Omdat hij zo'n coole man is. Yes. Een mannenspeeltje. Even kijken wat hij allemaal heeft om de perfecte prijs te... Oh, dat is echt een sick ding. Wow. Hij is wel groot. Dus ik gok €450. Oh, zoveel. Ja. En... 29,99. Hopelijk ben ik dichterbij dan Jendor. Ah, je zat er maar een €180 af zo'n beetje. Dat is deze. Voor mij. 3, 2, 1. 2, 1. Lekker! Jullie hebben allemaal gezien dat ik een cadeautje heb gewonnen. Maar jullie kunnen ook wat winnen. Wij hebben deze leuke bubbelpops. En die zijn tegenwoordig heel bekend. Dus jullie weten vast waar ik het over heb. Zometeen gaan wij alle drie een bepaalde kleur achter onze rug houden. En dan moeten jullie in de comments achterlaten wie jij denkt welke kleur achter zijn rug heeft. Bijvoorbeeld Jana heeft groen, ik heb oranje en SuperOpa heeft blauw. En wij maken bekend volgende week zondag op onze Insta's wie er heeft gewonnen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en volg ons ook op Instagram. En shop wat vaker in de winkels. Tot volgende week! Doei! Doei! In mijn tijd, ik heb in een groentezaak gewerkt en dan had je een lettertang. En dan moest je elk artikeltje met zo'n tang en dan kwam er zo'n stickertje uit. En dan kon je dat weer draaien op een ander prijsje. Maar wat zielig voor je. Ja. Ja.